We zijn hier op de Radboud Universiteit en we gaan op bezoek bij Wilhelm Huuk. Een gedreven onderzoeker naar het ontstaan van het leven. Voor minder doet hij het niet. Wilhelm Huuk heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van het leven. En het bijzondere van dit onderzoek is dat het uiteindelijk geleid heeft tot de mogelijkheid om in een heel vroeg stadium kankercellen te ontdekken. Nou, daar ben ik wel bijzonder nieuwsgierig naar. Ik ga nu bij hem op bezoek. Dag Wilhelm. Goedemiddag, welkom op de Radboud Universiteit. Ja, dankjewel dat wij hier van jouw tijd gebruik mogen maken. Ga zitten. Dank je. Wilhelm, dankjewel dat wij jou mogen interviewen voor N1. Ik mag jij zeggen? Natuurlijk. Ja, oké. Okay. Hey, je hebt de Nobelprijs wil ik zeggen. De Nederlandse Nobelprijs mag ik hem noemen. Hè? De Spinoza-prijs gewonnen. Waar heb je die voor gewonnen? Nou, ik denk dat ik hem gewonnen heb om vanwege ons onderzoek naar het begrijpen hoe het leven precies werkt. En hoe het leven precies werkt betekent, hoe krijg je nou vanuit een zakje moleculen iets dat we levend zouden kunnen noemen. En dat wil niet zeggen dat ik dat ontdekt heb hoe dat werkt, maar ik denk dat we een klein stapje gezet hebben om in elk geval te begrijpen hoe we de vragen op de juiste manier moeten stellen. Hoe ben je vanuit dit onderzoek nou gekomen tot het ontdekken van kankercellen? Dat is een lang verhaal, maar laat ik me proberen zo kort mogelijk te vertellen. Omdat we geïnteresseerd zijn in hoe cellen werken, gebruiken we hele kleine druppeltjes. Eigenlijk zoals een soort vinaigret, water in olie druppels. En binnen die druppels proberen we eigenlijk de essentiële kenmerken van de reacties binnen zo'n cel te vangen. En in een gesprek met een professor uit Italië, professor Giacinto Scolas, die zei, nou, die druppels die wij gebruiken, die zouden we ook kunnen gebruiken om daadwerkelijk levende cellen te bestuderen. En dan vooral kankercellen. En het interessante van die kankercellen was dat ze in tegenstelling tot gezonde cellen melkzuur uitscheiden. Dus ze verzuren hun omgeving terwijl ze genoeg zuurstof hadden. En het idee was dat als we dat in dit soort hele kleine druppels zouden kunnen doen, dat je eigenlijk voor één enkele cel zou kunnen meten of die een gezonde cel zou zijn of dat het een tumorcel zou zijn. Dus ik begrijp uit jouw woorden dat je zegt van, als ik aan het hardlopen ben en na het hardlopen ben ik verzuurd, uiteindelijk geeft zo'n kankercel, die geeft ook een bepaalde verzuring aan. Dat kun je dan zien. Dat klopt. Dus om terug te komen op die duizenden reacties die in zo'n cel plaatsvinden. Ja. Bij een kankercel is het zo dat dat hele complex van reacties eigenlijk verstoord is. En zodanig verstoord is dat, ook al is er dus genoeg zuurstof, daar toch altijd melkzuur geproduceerd wordt. Ja. Dus die cel die gaat heel erg onzuinig met zijn energie om. En dan kun jij zichtbaar maken dat melkzuur ontstaat. Dat klopt. Dat is eigenlijk het hele mooie, omdat het aantonen van melkzuur of verzuren is de meest simpele proef die je kunt doen. Dat leert iedereen die op de middelbare school scheikunde doet, leert hoe je pH, zuurtegraad, ergens mee aantoet met een lakmoespapiertje eigenlijk. En dat doen wij dus in feite in die druppels. Nou heb je hier een schema voor je liggen. Kun je aan de hand van dit schema iets toelichten van hoe dat dan werkt met die picoliter druppels? Dat kan ik wel even laten zien. Dus je begint eigenlijk met een paar milliliter bloed van een patiënt. En in een milliliter bloed zitten 1 miljard rode bloedcellen, miljoenen witte bloedcellen en een paar, wellicht, tumorcellen. Okay. En de uitdaging is om die cellen te vinden. En daarom halen we eerst de rode bloedcellen weg. Dat is eenvoudig. Maar de witte bloedcellen en de eventuele tumorcellen, daar maken we een soort vinaigret van. Ja. Dus we maken een heleboel hele kleine waterdruppels in olie. En die waterdruppels zijn zo klein dat er meestal niets in zit. Ja. Soms een witte bloedcel en soms een tumorcel. Ja. En wat we dus nu in feite gemaakt hebben, zijn een heleboel, miljoenen kleine reageerbuisjes voor elke individuele cel. Ja. En het volgende experiment is dan eigenlijk om voor elk van die druppels een soort lakmoesproef te doen. Mm-hmm. Eigenlijk zuurtegraad bepalen. Iets dat iedereen die scheikunde op de middelbare school gehad heeft, gedaan heeft. En wat je dus probeert dus om te kijken
om de zuurtegraad te bepalen en het verschil te kijken tussen een witte bloedcel of een tumorcel. Ja. Waar de tumorcel melkzuur uitscheidt, dus wordt zuurder. En de witte bloedcel die scheidt geen melkzuur uit, dus daar verandert de pH, de zuurtegraad, niet. Ja, ja, ja. En dat kunnen we laten zien door deze druppels krijgen een ander kleurtje dan die druppels waar de witte bloedcel in zit. En uiteindelijk moeten we dus vooral kunnen tellen hoeveel druppels er zuur zijn geworden. Ja. En dat is dus het aantal tumorcellen dat er oorspronkelijk in het bloedsample zat. Wij kunnen inderdaad uit al die miljoenen cellen kijken of er een tumorcel tussen zit. Ja, ja. Ja, voor mij klinkt dat een beetje als het zoeken van een speld in een hooiberg. En jullie hebben die speld in de hooiberg kunnen op deze manier deze terugvinden. Dat is precies wat we doen. Ja, nou, ik vind het bijzonder. We gaan straks gaan kijken hoe je dat op het lab doet. Jazeker. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de pitch van de week. Mijn naam is Stijn van Huffelaar en ik ben student natuurkunde, wiskunde en filosofie. Mijn naam is Chris Stallenberg, ik ben student logopedie en filosofie. Stijn en ik kennen elkaar van filosofie, maar we leren elkaar echt kennen in de sport. Chris is al jarenlang gewichtheffer. Hij won ooit nog eens een zilveren medaille op het NK. Stijn is een allround sportsman. Scheudeboel, tennis, hockey, voetbal, noem het maar op. Stijn doet het. 7 dagen per week in beweging. Stijn en ik liepen tegen een probleem aan. Een probleem waar veel meer mensen tegenaan lopen. Enerzijds willen mensen steeds gezonder eten. Denk aan quinoa, biologisch eten, superfoods. En anderzijds willen mensen steeds gemakkelijker eten. Het is 2017 en mensen hebben steeds minder tijd. Ze wilden het gemak van een reep met de voedingswaarde van vers. En zo kwamen we met Gains. Gains is voor ons dus brandstof om te sporten. Maar Gains is ook brandstof om te werken. En daar kom jij in het verhaal. Een werkgever uit de omgeving van Nijmegen. Want steeds meer bedrijven beseffen dat goede voeding de basis is van goed werk. Gaan we nog steeds met alle collega's friet bestellen? Of bestellen we op vrijdagmiddag busy? Wij zijn op zoek naar bedrijven die activiteiten hebben ontplooid op het gebied van gezond eten. Dat hoeft niet meer te betekenen dan een goed gesprek met een kop koffie. Om van elkaar te leren. Dus ben jij zo'n bedrijf? Of ken jij zo'n bedrijf? Neem dan contact met ons op via onze website. steinenchris.nl. Terug naar de detectie van kankercellen. We zijn hier bij het Radboud UMC en zitten bij Katrien Grunberg, afdelingshoofd pathologie. Katrien, pathologie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is denk ik een vraag die veel mensen zullen stellen. Ja. En wij noemen onszelf wel the best doctor you'll never know. Dus de beste dokter van het ziekenhuis die je nooit tegenkomt als patiënt. Okay. Dat is een beetje, nou ja, als grapje bedoeld, maar veel patiënten zien ons niet. Wij doen ons werk achter de schermen. En als je weet dat in Nederland 100.000 mensen per jaar de diagnose kanker krijgen, dan zijn wij de dokters die bij al die diagnoses een beetje betrokken zijn. Dus ja, als iemand tumorcellen uit bloed kan isoleren, dan ben ik geïnteresseerd. Want wij zijn juist heel goed in het onderzoeken van die tumorcellen. Mm-hmm. En dat kunnen we op tumormateriaal zelf. Maar ja, als je dat uit bloed kan halen, is dat voor de patiënt natuurlijk reuze makkelijk. Ja, ja. Als we dit doorontwikkelen, dan heeft het echt de belofte in zich dat we op termijn dit kunnen gebruiken om bijvoorbeeld het effect van therapie te monitoren. En dat is waarom we heel geïnteresseerd zijn in dit soort ontwikkelingen. Want dit is belangrijk voor de patiënten. Mm. En wij kunnen daar een bijdrage aan leveren door die cellen die met die HUC-methode geselecteerd worden, dan vervolgens te onderzoeken en een uitslag te geven waar de patiënt weer verder mee kan en waar de dokter mee verder kan. We zijn nu in het tweede laboratorium van Wilhelm. En in dit laboratorium gaan we het onderzoek doen naar de speld in de hooiberg. Wilhelm, wat gaan we hier zien? Nou, we hebben net gezien hoe we miljoenen druppels kunnen maken waarin gezonde witte bloedcellen en die tumorcellen zitten opgesloten. Ja, ja. En de uitdaging is nu om die paar druppels te vinden waarin mogelijkerwijs een tumorcel zit. En dat doen we omdat die druppels een ander kleurtje gaan krijgen. En wat deze opstelling heeft, een laser die aan de achterkant van de microscoop naar binnen komt. Ja. En dan hieronder door de chip naar binnen komt. Okay. En daar heb je een kanaaltje waarbij al die druppels langs de laser gaan.
En de laser kan meten of er een andere kleur in die druppel zit. Ja. Het feit dat tumorcellen zuren afscheiden is al bijna 100 jaar bekend. Alleen kon je niet voor één cel de zuurtegraad meten, omdat je daarvoor een heel klein reageerbuisje nodig hebt. Ja. En dat hebben we hier gemaakt met die vinaigrette. Eigenlijk gebruikten we deze druppels oorspronkelijk als reageerbuisje om na te bootsen hoe de processen in die cel eigenlijk precies plaatsvinden. Dus die technologie hadden we daarvoor al ontwikkeld. Ja. Nou, wij hopen dat we straks, als we dit ietsje mooier in een gestroomlijnd apparaat zouden zetten, dat we binnen een uur zouden kunnen meten of de patiënt meer of minder tumorcellen in zijn of haar bloed heeft dan bijvoorbeeld voor de behandeling. Dat is wel enorm. Tenminste, ik weet niet hoe lang men nu gemiddeld moet wachten voordat men een uitslag heeft. Ik dacht een aantal weken. En dan kan het door deze methode, zou het binnen een uur kunnen zien of iets aanslaat of niet? Ja, het grote voordeel zou ook zijn dat je niet alleen binnen het uur, maar je zou dit ook elke dag kunnen meten. Zodat je heel precies kunt bijhouden wat de trend is in meer of minder tumorcellen in je bloed. En bij allerlei conventionele technieken moet je soms wel 3 maanden wachten voordat je kunt meten of bijvoorbeeld uitzaaiingen groter of kleiner zijn geworden. Als techniek, hoe kan je heel selectief en heel precies bepaalde cellen selecteren? Vind ik het ontzettend interessant, want het heeft de verwachting en de mogelijkheid om misschien ook tumorcellen te selecteren. En daar kunnen we dan vervolgens wel onderzoek mee doen. Maar zijn techniek levert nog niet de antwoord op het antwoord op de vraag, wat voor cellen zijn het dan precies? Nou, we zijn nu bezig met de eerste kleinschalige klinische test. Om te kijken of deze techniek robuust is als we die bij verschillende kankerpatiënten en verschillende soorten kanker meten. En we hopen dat we over ongeveer 2 jaar zover zijn dat we dit ook inderdaad in diverse ziekenhuizen kunnen aanbieden. Ja, ik vind het een heel bijzondere ontwikkeling. En ik sta zelf ook eigenlijk ook een beetje met mijn oor te flapperen van, dat hier in Nijmegen mogelijk is. Ik had het me niet kunnen voorzien. Dank je wel. Dank u wel.